bubbly, bubbly. Bubbly, bubbly. Ja, daar binnen. Bus 250. Ja. Ja, jullie zagen ons al net vertrekken. Met de auto natuurlijk weggegaan. Maar wat gaan we vandaag doen? We gaan vandaag naar Luxemburg. Luxemburg, met de bus. Ja, op de kaart. Openbaar vervoer bij Luxemburg is gratis. En het is wel leuk om eventjes rond te kijken wat ze allemaal hebben. Dus ja, hoe die bussen rijden. Misschien zien we nog leuke dingen onderweg. Dus dat zie je er met de auto niet. Dus autootje lekker neergezet. En we gaan nu even met de bus. En die komen om het kwartier. Deze komt maar 2 keer in de uur. Oh. Deze moet 2 keer. Komt over 2 minuten. Dan hebben we mazzel, als het goed is. Oh, 4. Nou ja, we gaan het zien. 2 plus 1, 7 minuten. Hij heeft iets. Die auto is nog 3 keer af of zo. Ja. Een lege velletje. Dragonbad. Yes. Hele bus volgens mij. Ja, het is echt niet druk. Ja. Oké. Okay. We rijden. We zijn blij. Jij weet waar we eruit moeten. Ja, het eind. Oh, het eind van deze. Ja. We stoppen de lift. Eén, duim naar de rechts. Telefoon. Ja, zijn rijbewijs parkeermotor. We zijn al halverwege. 11 uur 52 komt hij. Het is nu kwart voor. Over 7 minuten. Dus daar heb ik geen app voor nodig. Dat zie ik zo in de boeken. Ja. Heb je een beest te pakken? Heb je nou hier een beest te pakken? Oh ja, en ik heb niet die dingen meegenomen. Ik wel, maar oh. Ja. Pak hem maar klein kloppot. Oh. Weer steekvlieg? Kijk, ik denk dat het rondvliegt. En weer daar. Ja, wat ziet er? Hier. Ja. Het blijft tot die storm vliegen, die komen toch bij jou af. Ja. Andere luchtjes kopen als jou was. Oké, okay, die moeten we hebben. Nou, goed. Nou. We moeten even vragen. Nou, gaat lekker. Ja. U is er nog niet vol, hè? Ja, er zitten iets meer mensen in, maar het is geen volle bussen. Nee, het zijn hele grote bussen. Hele grote bussen, gratis openbaar vervoer. Ja. Dat is ook wel netjes. Ja. Mooie bussen. Ja. We moeten er bijna uit, want hier is rechts center. Dus we gaan eruit. Thanks. Oh, die mensen dachten ook, hè? Eten, alle spullen bij je. Ja. Ja. Oké, okay, thanks. Oh, mijn telefoon. Nee, geintje. Wacht even! Oh, even terugkomen! Oké. Heel lange brug. Lange brug. Ja, we lopen eventjes. Eventjes. Even naar beneden. Op naar het centrum. Hij moet erg snel zijn, maar hij moest ook even langs. Ja. En waarschijnlijk wilde hij niet de hele tijd. Kijk, hier beneden wordt ook gebouwd. Ik ga maar niet meepotten. Ja. Dat vind ik wel mooi, want als je ziet hoe ze die handhaven hadden gelegd, kunnen we het gaan worden. En waarom zou ze daar nou een rand maken als ze daar kunnen bouwen? Ja, misschien is dat een soort nieuw terrasje geworden. Ja, waarom zou ik daar nou beginnen? Ja, dus het is niet helemaal. Het is niet helemaal waterdicht. Nee. Nee. Ja.
Ja. De andere kant misschien. Andere kant. Laat zien. Nee, deze kant er niks. Dit is helemaal niet lezen. Ja, dit zou Arabisch zijn of misschien Joods. Zo weer daar. Ja, door de Duitsers omgebracht. Kijk, wij kijken nu naar twee. De linkerdeur is open. Ja, ja, niet de rechter. Nee. De rechter zit ook iemand vooruit. Dat is ook van je. Ja. Ik heb geen geld. Dit is echt van Luxemburg zo. Misschien ook van open. Groene dan? Groene waar? Die. 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 Ja.
Het is een vis. Ja, ik denk een visje. Dat is wel een mooi maatje. Dat is goed. Is het goed hoor? Die is helemaal goed. Ja. Ja, ja. Ik heb geen dorst. Ik heb 10 minuten. Kijk eens. Oké. Thank you. Ja. Ja. Twee vissen. Ja, verkocht in de kathedraal. Het zijn vlogjes die het niet gewend zijn voor ons. Maar goed, up and down, toeristisch, alles wat er alles bij. Hè? Dan moet ik gelijk denken aan die film Night of the Museum. Ja, zeker. Ik wil een selfie willen maken met die zwerver natuurlijk. Even gewoon een selfie. Ik zou een selfie willen maken met die zwerver. Nee.
Even goed samen. Nee, dat kan niet. Ja, kan wel. Even een zwerver. Nee, dat kan niet. Jawel, kom. Met die zwerver samen. Nee, dat kan niet. Oh. Dat kan niet. Oké. Okay. Even hier kijken. Ik mag dus geen selfie in de zwerver. Ja, ik ga wel eens op. Ja, oké. Ja. Ik ben zelf daar aan kijken. Ja, we hebben onszelf gekijkt ook. Gekijkt? Ja. We hebben onszelf gekijkt. Ja. Ja. We hebben er buiten. Nou, goed. We lopen door. Sightseeing. Is er ook nog een snellere weg in richting daar? Met een roltrap. Ik denk dat we gewoon over die brug moeten lopen. Ja. Oké, is goed. Gaan we dat doen. Ja, ik weet niet waar het is, hè? Maar laten we. Rechterdeur. Duur. Dicht. En open. Ja. Lopen gewoon naar binnen. Wanneer die open gaat. Nee. Dus het is open gesloten. Nou, oké. Okay. Maar weet niet wanneer die open gaat. Maar hierachter. Ja. Oh, oké. Okay. Dan gaan we daar naartoe. Oh, maar ja, dat zei hij niet. Oh. Hij ging weer een peukje roken. Moet hij gewoon niet doen. Is ongezond. Naartoe lopen, ja. Ik weet wel waar we naartoe lopen, maar of we daar gaan kopen, zou ik weten. Hier moet Bourbonplatz zijn. Nou, het steeltje gaat niet worden. Nee. Dus we pakken even een trammetje en gaan we naar de binnenstad. En Madame Chocola. Iets. Nou goed, we pakken even de tram en dan gaan we naar de binnenstad. Ja. Super. Ga je tellen? Lopen nu recht. Hoeveel zwervers? Oh, er zijn heel veel zwervers, joh, schat. Ja, dan ga ik tellen. Ja, dat hoef je niet te tellen. Kom, we lopen hier de straat in. We gaan even kijken. Even een Gucci jasje. Ik weet niet wat dat is, maar het is €3300. Oh. Vesten, 1900. Oh. Maar hij staat er wel Gucci op je arm. Dat is een jasje. Ja. Ja, nou, net jasje. Is wel een mooi jasje. Ja, mooi jasje. Ja, ik vind het zeker. Maar ik zou die kleurencombinatie eigenlijk niet zo aan doen. Nee, ja, maar jij. Ik vind jij net niks. Ik vind dit mooier, maar. Ook mooier? Nou, ik heb ook nog niks. Nee, maar met zo'n groene broek. Ja. Zie je mij niet lopen? Nee, dat klopt. Die blouse is wel leuk. Ja, die is €780. Oh, nou, een leuk blouseje. Ja, en de bril is maar €330. Oh. Normaal ben je specs even ook. Ja, dat valt er mee. Ja, dat is wel waarschijnlijk alleen op de duur. En de rok, de jurk, ja? Die is €2100. Nou, en de centuur is los. Oeh, die is €420. Zo. Nou, setje van 25. Okay. Een ballonnenman met een loet. Kijk, ja, maar die is ervoor gevallen. Die komt er weer omhoog. Ja.
lastig. Hé, hey, we gaan even daar wat eten. Ja. Ja, en wat is dat? Bij McDonald's. Zelfs in Luxemburg kom je de Mac tegen. In plaats van Planking. Ja, dat is een nieuwe Planking is dat, ja. Dus dat... Ja, die komt er goed voor de dag. Moet je ook naar de Mac? Ja, ja, in Luxemburg. Nou, het ziet er hetzelfde uit, hè? Ja. Dus nou ja, iets smakelijk. Mm-hmm. Ik ben te denken waar ik mijn mayo op ga doen. Die is voor jou. Dus, we zijn weer klaar. Ja. Ja, druppel na. Je moet gewoon in de knop drukken. Ja. Kijk maar, maak een aapje met een banaantje. Dat is fijn. Oké, we laten het doen. Ja, virtual tour. Maar we doen het wel digitaal. Dat zeg ik toch? Ja. Dat gaat niet stoppen worden. Je mag je rugtas niet meenemen. Camera's mogen niet mee binnen. En waar sta je dan nu? Groot Hertogelijk Paleis. Het is een paleis. Het is het paleis van de hertog van de Xur. We hebben wel paleis gevonden. Dit is een echte paleis. Oh, dit is een echte paleis. Dit is echt paleis. En hier moet je voor betalen. Ja. En wat kunnen we daarin zien? Ja. Slaapkamer. Dat mag je. Het is mogelijk dat je eindelijk hebt het niet gebruikt. Want dan gaan we het niet hebben. Dat boom kan dan het gaan. Het is voorheen zegt het eerst. Oké. Het is maar tijdelijk open. Ja. Officiële, dit is sinds 1890 het hoofdgebouw geweest als officiële residentie van de Dukes. De Dukes Huizen? Nee, de Dukes of Luxemburg. Van 20 uur tot 21 uur bezoekers een kijkje achter de schermen nemen. Ja, ja. En een rondleiding ticketverkoop. Grand Duke en de Grand Duchess. Dat is wel cool. Duur, anderhalf uur. Oh. Je krijgt een rondleiding van anderhalf uur voor 15 euro. Dat is 7 kwartier te veel. Ja, het shop is nog niks gekomen, jongens. Wat niet veel te shoppen hier in Luxemburg. Ik kijk op Sint-Michel. Ik ben Sint-Michel. Het uurwerk. Ik had uren verdienen. Hé, laat me blijkbaar wachten. Zou ik het zo doen? Dan draai je niet even zo hoor. Dan moet je een sleutel doen. Oh ja. Zo laat je. Ja.
luisteren. Jawel. Oké. Okay. Waarom luister je dan? Hou je mond. Wat? Af je mond. Gelukkig heb ik hier iets werken. Moet je goed luisteren, want ze verluisteren. Sst, de kerk van Sint-Michaelskerk. Die is al heel vroeg gebouwd. Okay. Nee, 900 nog wat. Alleen toen verwoest, verbrand en nog een keer. Ik kan niet verstaan. Verwoest, verbrand en nog een keer. Okay. Ja, en dus er is niet veel van over. Dus hebben ze wel van ons bij elkaar gezet. Eigenlijk alles wat erin staat is niet van deze kerk. Dat hebben ze allemaal van anderen gekregen. Oh. Dus kortom, het is een tweedehandsje. Nou. Ja, dat is voor de eigen gehandicapten. Nee, dat kun jij nu wel doen. Is het groot? Ja, cabine, staat erop. Oh. Ja, nou, succes. Ik ben heel benieuwd. Ik ga even begeleiden, wacht even begeleiden. Zo. Ja. Auw. Ja. Nou, succes, hè. Je kan de verdwalen in die pas op. Ja. Klaar voor. Tadadadada. Oh, cool. Nee. Kom eens kijken, dan doen ze er lang naar voren. Ik weet zeker dat ze het leuk vinden. Nee. Ja, je moet ook. Kist eronder? Nee, ik vind het echt lelijk dit. Kijk zo. Ja, dat kan prima. Dus wij gaan of een helm erbij. Nee. Hoezo? Of steeksleutel. Wat? Deze kun je aan de boerderij? Ja, die kan je wel aan naar de boerderij, dat wel. Eén keer aan. Hey, dan is het wel een leuk pak. Eén keer dan. Ja, naar de boerderij. En die andere is de kleine of de grote? Nee, dat is de kleine. Dat is goed. Is deze goed? Ja. Voor nu wel. Maar hij gaat nu terug aan het haard. Oh, oké. Okay. En die grote? Doe die grote aan? Doe die grote aan? We gaan kijken hoe die grote past. En weer zover. Deel 2. Eén maat groter. Kijk je? Oké, dus een stap tevoren. Tadaa! Omdraaien. Ah, deze heeft nog hier een groei in. Ik vind deze wel beter zitten. Oh jee. Ik zou vragen, wat vinden de kijkertjes ervan? Ja? Niks. Zeg maar hoe zitten. Ja, ik vind wel. Je hebt nog een blauwe. Nee hoor. Nee? Deze is. Okay. Probeer eens even spijkerbroeken. Deze kan niet even terug. Ja, maar is dat strakke? Dus, Dit is een strakke. Ja, dit vind ik ook niet erg. Oké, maar dit is niet erg. Wat doen we nou de kijken. De spijkerbroekenshow. Dus ik kan er weer. Shoppen in Luxemburg. Kijk, tadaa. Heb je je zakken al in stoppen? Oh, je zak zit er niet in. Nou, goed broek toch? Omdraaien. Kijk, helemaal goed. Pakkantje. Ja, deze moet ik even aangetrokken. Ja, dat is lekker. Nou, goede broek. Nou, die andere nog eventjes. Je hebt er twee. Zijn die twee hetzelfde? Nee, ja, twee verschillende. Twee verschillende. Tadaa. En de gordijnen gaan weer dicht. Dames en heren, we zijn zo weer. Broek nummer 2. Doe je zak even goed, steeds. Ja. Die zit even goed. Beter dan die andere. Ja, met deze voel je nog wel. Ja, zo. Oké, toch goede broek toch? Ja. Shoppen in Luxemburg, heeft succes voor Mobili. Wauw.
volledig nieuwe outfit thuis. Ja, dames en heren, we zijn weer zover. Kijk, is het jasje te groot of te klein? Goed. Goed? Oh, ik heb ook nog een maatje kleiner gevonden. Nee, kijk. Kijk, die is goed. Oké, jasje is goed. Oké. Hey, staat wel leuk. Ja. Kijk. Maar zo'n strak rokje vind je niks, hè? Ja, maar deze is nog een beetje ruim, maar ja, okay. Hij kon hem stellen. Oh, oké. Okay. Ja, maar dat is een leuk rokje, toch? Ja, geinig. Jeetje, kind, je nieuwe Luxemburgse outfit. Tada! Ja. Maar vind ik wel zo leuk. Ja hoor. Ja. Lekker. Ik vind dat berenjasje ook echt leuk. De berenjasje. Nee, niet dat berenjasje. Berenjasje. Ja. Ja, doe even, nou, doe probeer dan met die jogging. Doe het berenjasje even aan. Voor mij even berenjasje. Ja, berenjasje. Ja, met die roze jogging. Ja, ja, berenjasje. Okay, ga even. Hebben we er binnen? Ik heb toch een paspoort. Tot ziens, dames en heren. Dat was het weer. En dan krijgen we nu de volgende show van het model. Zo, kijk eens eventjes. Wauw. En is dit de jas die binnenste buiten komt? Tada. En dan is aan de andere kant ook? Nee. De roze van je broek is een andere kleur roze. Ja, een andere kleur roze. Dat wel. Dus die horen niet bij elkaar. Oké, okay, we doen het jasje omdraaien. Nou, we gaan even kijken aan de andere kant. Andere kant. We hebben twee zijden. Tada! Ja, strapping. Zo, oh, strapping, yes. And now we can do the egg. From the other way! Ja! Wow, 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 wow. Is die niet te fijn? Nee, hij kan wel een maatje groot, denk ik. Het is groot en je jasje is eigenlijk een maatje te klein. Maatje te klein, toch? Jasje? Ja. Ja. Even een maatje, is die groot, hangt u er? Moet je even kijken. We gaan even kijken. Gaat er maar weer in. Tot ziens. Ja, hoppadaa. En weer is het bordel zover. Oké, een donkere. Nou. Riem, zakken eruit. Riem, zakken eruit weer. Dat is een tip van Bordelier. Ja, alle zakken erin houden. Broekzak voor de midden houden. Nou, netjes door, ja. Up in de groei. Tada! Goeie broek. Top. Ja, ben je klaar voor? En daar is het model weer terug. Yay! Hey, super. Nou, toppie, topper. Hey, zie je er eventjes super shiny uit. Alright, guys. We gaan dus helemaal op de hoek. We gaan beneden afrekenen. Dat was toch voor show, niet toch? Nee. Dat was voor mijn papa ervan. Nee, maar het haalt het ook. Kijk, het staat je goed. Heel goed zo. Even vastmaken zo. Ja. Ik heb het in Nederland nog nooit gezien, maar hier hebben ze ze gewoon aan. Wat zijn dat dan? Ja, speciale slipjes. Oranje. Maar voor de voetbal. SXL? Mama, welke maat heb ik? Kleinste. LXL? Nee. S. XXXS heb jij? Ja, je hebt een XS. Ik denk Totaal. Totaal valt ook wel mee. Totaal. Nou. Som, dat heb ik niet van jou. Wat vertel? Doe hem nou maar wel aan die kant, want daar kan allemaal weer. Ah, dat maakt niet uit, dat is een ander. Tada! Nou, ja, kom je uit Nederland, kom je uit Nederland. Ja, nou. Dus jongen. Dat is wel zo. Ja, nou, past op. Ja, dat is wel. Heel mooi. Nu nee, alleen moeten we nog goed voor de voetballen. Want we zitten niet in de kampioenschappen. Goh. Ik hoor weer dat steken. Ja, en in een kort model. Ja, hé. Hey. Nou, dat is wel eventjes hup. Je weet nooit wat goed voor is. Je weet nooit wat goed voor is, juist. Even die paar euro. Oh, top. Ik zie dat jij ook nog wat oranjes hebt. Oh, maak maar geen. Ik ben helemaal niet. En daar is ze weer. Oh, model af. En het volgende model gaat er binnen. Jeetje, jongens, toch. Dat gaat lekker. Ik hoor alweer dat het helemaal goed komen. Tada! Waar moet ik kijken eigenlijk? De broek. De broek is het. Oh, de broek. Oh ja. Dus het kwart. Dat zit niet toch? Is het niet goed toch? Of zit het niet goed? Ik vind het ook een hele.
Drilbillen. Ja. Ja, maar dat hoort waarschijnlijk van, toch? Dat zit toch in je, hele broek? Nee, zit in mijn kont. Dat zit in je kont, ja. Maar goed. Maar het past wel, toch? Nee, ik vind het niet mooi. Maar je vindt het niet mooi? Nee. Ja, dan heb je even. Dit is even een shoppertje, jongens. Hier één winkel bij, die we gevonden hebben in Luxemburg, maar die hebben we niet gevonden. Daar komt hij weer, hoor. Tada! Hey! Daar is ze! Hey! Nou ja, je kan de bed niet over. Nee, roze is niet een goed idee. Nee, roze onder is geen goed idee. Maar, hij kan wel, toch? Ik kan wel tennissen nu. Kan ik niet tennissen? Nee, ik kan niet tennissen. Oh ja, dat is een nieuwe wereldkampioen. Ja, je wordt nu tenniskampioen. Ik kan mijn rek nog zo. Ja, alleen zo'n rekker toch? Ja, Mario. Ja, ja, een beetje badminton vanavond. Ja. Oké, nou. Ik zou zeggen, koper 12. Kom weer. Ja, kom weer dan weer. Dag. Dag. Dan gaan we nu weer naar de volgende. Oh, ook oranje. Kijk. Tada. Nou. Hup, 100 hup, hè. Ook voor jou geld. Je moet alleen nog winnen. Ja, ja. Dat wil je wel. Ja, alleen jij moet tegen je maatje groter. Maak je groter? Ja, dit. Ja. Dit is oh, oké. Okay. Dit is de? Dit kan je doen. Ja. Moet je maar bijhouden. Wat hebben we nu? De oude blouse. Jongen, jongen. Hij zit een beetje. Ja, dat past wel. Dat past wel. Nou. Tada. Als ja, afbeelding zit erop eigenlijk. Een bloemetje. Het is een bloemetje. Bloemetje. Nou, leuk voor de winter. Oh, sorry. Tadaa, de korte broek. Oh, dat ziet er goed uit. Dit is de L. Dit is de L. Oké. Okay, nou. Dit is de L. Oké. Okay. Hollande, Hollande. Ik ga nog eens die andere aan doen. Nou, dan hebben we klaar toch? Nee, ik moet alleen nog die andere. Oh, die andere nog. En dit is de M. Dit is de M. Waar wil je beter zitten? Ik denk dat ik hier de L van heb. Ja, de L? De andere de M. Oké. Okay. Nee, deze is niet anders dan die andere. Dus Je lange broek is er geen L. Nee. Nee, daarom doet die M. Ja, oké. Okay. Okay, die oranje M kan ik mandje. Ja. Deze. Goed bezig. Nou, dan gaan we meiden. Alright, thank you, bye bye. Goed drinken. Ja, ja, ja. Dan ga ik even verder nog meer doen hier. Ja? Ja, wel. Oké, lopen door. Waar moet je daar verder op links zijn? Nou, knak. Gaan we even kijken. Nou, we gaan even hier kijken. Het ziet er Ja, dat zal een soort Primark. Nee, dat is het. Mediamarkt. Mediamarkt zijn. Dat was kortstondig, vertel. Ik heb het oude. Je hebt het oude model? Ja. Oude model. Oude model. Ja. Dus dan online bestellen, Appie. Ja? Huh? Online bestellen. Ja. Alles is eruit gekocht. Ja. Oké. Okay. Dan lopen we even rond. Even rondlopen. En ook in deze winkel geen succes. Ze hadden wel hoesjes. Ja, klopt. Maar niet... Niet met een koordje zoals jij. Ja. Dus. Maar tenminste iemand die normaal antwoord gaf. Ja. Ja. Jee, die zei yes. Yes. No. Ja. Maar goed, een goed begin. Zijn jullie wel eens? Ja, ze zijn daar natuurlijk. Heel goed best, ja, zo kan ik hem zien. Daar. Dit is een maar hij vlinders als een vlinderstukjes. Het ziet eruit als een vlieg, als een vlinder. Hij heeft ook zo'n hele lange snavel als een vlinder. Een snuitje. Een vlinder, denk ik.
Ja. Lekker winkelen zo. De tasje alleen, hè? 5000 euro. 5000 ja. euro. Maar als ik dan even kijk naar het rokje, dat is een... Ja, zal ik beveiligen voor de deur. Top. Ja, dat is het. Ja, moet ook betaald worden. Ja, je moet ook betaald worden. Voor je top vestje. Jup. 5780 euro. Oh, nou. Bijna 5,5 zeg maar. Echt normaal. De rok. De jurk is 4200. Oh, en de... Ik denk de schoenen. En de bijna 12. En die kant. Is 3100. Het jasje. De bovenkant is 18. Het jasje 2900. Tasje 2400 en dan schoenen natuurlijk die 1100. Ja, maar als hier ook de winkel... Ik was al doorgelopen, maar vertel. Ik stond even een tasje te kijken. Ja, alleen kijken. Ja, ik vond wel echt leuk. 3100 euro. Ja, joh. Ik vind het wel echt leuk. Oh, Cartier. Voor Opa Kees. Hier is Cartier. Ja, Cartier. Oh ja, leuk. Even kijken naar Cartier. We hebben de verkeerde winkelstraat uitgekozen. Ja, dat is Peugeot Hoofdstraat. Maar 1000 euro voor een los. 39.000. Oh, ik heb mis een lunnetje. Ja. Maar dan moet je wel combineren met de halskettingen. Ja. Ja. Heb je hem? Ja. Ga even vergelijken. Je bent als beveiliger, gewoon zoals hij daar loopt bij die koetsiewinkel. Gewoon continu de ijsberen voor die deur. Met je mobieltje, ja, in je hand. Met je mobieltje in je hand. Ja, dan ben je ook scherp. Quiero pasar a... Hier voor opa. Ja. En wat je van deze ook foto's maken? Ik dacht van de telefoon. Je kan je kabeltje door je telefoon halen. Ja. Heel veel blij. Wel hele mooie paarden. Geen bomen. Meestal dat de kijkers de bomen hebben, misschien. Hebben we een pasman? Ja, hier, oh, hier is ook een pasman. Dit is Engels. Maar die heb ik al, die heb ik al. Wat ben je aan het doen? Niks. Dan kom je helemaal aan de andere kant. Ja, klopt. Oh. Mama die had hele scherpe nagels. En zij kan, als ik kijk, niet te hard doen, hè? Ja, wat dan? Kijk, oh nee, best mijn sterkte. Oh nee, dat gaat echt pijn doen. Wat dan? Die nagels die komen hier doorheen. Oh, nou. Kijk, ze dacht mij dus te oh, pakken. Oh, zo. Maar ik was hier een beetje. Nou. Drie geliggen even de shuttles, heb je zelf. Magic Night LED. Oh ja. Kijk. Dat zijn normale. Het zijn gewone, maar nou, hebben je een paar lichtgevende. Ja. Schoen. Zo'n grote schoen. Oeh, maar dat. Als ik dat in het zwembad leg. Of hier een ei. Een gebakken ei. Een gebakken ei. Als ik dit in het zwembad leg, dan. Of een eitje. Hier een wil de walvis. Ja, maar dat is een sproeier, die zet je buiten neer. Oh ja. Nou. Ja, als ik dit in het zwembad leg, ja, maar goed, je hebt nou die ja, nou ja, ja. Oké, okay, hier heb je een kleinere. Oh, nee. Dat is een kat. Ja, swing ring. Ja. Waarom zit het dan zo groot? Ja, dat weet ik niet. Ja, dat kan vast halen. Moet ik misschien opblazen. Deze moet ik nog opgeblazen worden. Kijk, hier zit een toetje. Oh ja. Normaal. Het is een toetje is om opgeblazen. Zijn die andere? Hier is een bal. Hier is een bal, waterbal. Oh. Dit is zo. Ja.
Kijk, hou deze even vast. Want? Gewoon. Oké, okay, hou vast. Hou vast, hè? Ja. Hou vast. Ja. Daar komt het in. Oh, sorry. Zo, ja. Oké. Okay. Nee. Nee. Ja, dat is goed zo. Ja, daar goed. In het water proberen. Ja, dus een grote stuiterbal in het water. Dat was over. We hebben nog geen genoeg zand. In elkaar schroeven. In elkaar schroeven. Zie je dat? Naar beneden de bovenkant. Wat zeg je? Of nog meer? Dingen was je kwijt, waar vertel? Ze hebben hier gewoon dingen van Astrid staan. Oh ja, dat is vasthouden. Dus dan kan je een beetje klemmen. Hij komt net wel open, ja. Oh ja. En dan kun je dan in je stokpaarden zitten? Nee, het is je kast. Om je spullen op te bergen. En daar is er weer een stokpaard staan. Ja, die heb ik niet. Oké, ja. Deze, dat is deze. Dat is een soort wit of iets? Dat is een soort witte, ja. Oh ja. Wat hebben ze ernaast nog hier staan dan? Dit is een poets. Poetset? Nee, dit is meer om je wei schoon te maken of zo. Oké, ja. En die andere? En dit is een kruiwagen. Oh ja. Maar ze hebben daarboven wel de cap staan. Oh ja, hebben ze ook nog een cap? Ja, je cap heb je al. Ja, dat was het heen. Nou, wel leuk toch? Het is voor het andere merk, denk ik. Ja, dus dat is voor deze. Ja. Maar... Mama, ik kan nog niet zo goed zien. Wat duur dan? Ik heb een set. Oké, dan lopen we verder. Naar beneden weer. Hoe duur is dit? Ja, een speciale speelgoedwinkel. Ja. Oh ja. Hier is hier. Oké, nou. Toch nog een leuk winkeltje tussen alle dure winkels. Ja. Ja. Goh. Tramhalte. Hier komt geen bus. Tramhalte. Tramhalte. Bus staat daar. Oh, oké. Okay. En dan daar. Welke bus komen daar dan? Bussen. Ja, maar niet de bus die wij moeten hebben. Nee. Oké. Dan moet naar de bus. Wees maar naar buiten. Ga maar even uit de meute. Rechtdoor. Goed, bus naar beneden. Onderdoor. Aan de onderkant. Nou, we liepen weer helemaal verkeerd. Ja. In plaats van dat we... Ja, goed, maar goed, daar niet ook. Nee, we moesten eigenlijk dus over de treinbaan heen. Ja. In plaats van de onderdoor. Ja, zo. Dus daar moeten we een brug zoeken die over de treinbaan gaat. Ja. We gaan even kijken. We hebben nog maar iets van 8 minuten. Oh, 8 minuten. Nou, die... Als moeten we... Oké, hier gaat een brug over de trein heen. Die moeten we hebben. Hoeper, we zitten weer. Oh, ik zie wel een tong uit je mond. Ja, ben je bek af? Nee. Oh, dat niet. Oh, gelukkig. Maar energie heb je ook, hè? Ja. Maar we hebben het gered. Luxemburgse energie. Shoppen in Luxemburg. Ja. Wow. We hebben het gewoon gered. Ja. Vind je wel stil? Het duurt lang. Ja, je ligt bijna te slapen. Ja. Ik zou zo kunnen slapen. Oh. Lekker op tijd naar bed vanavond? Nee. Oh, dat niet. Oké. Okay. We zijn er. Yes. Allemaal, dit zijn allemaal pizza's. Oh! Je hebt een margarita. Je hebt hem met ham. Je hebt hem met mozzarella en salami. Nee, die mag gewoon margarita. Lekker simpel. Lekker simpel. Ja, ik hoor het.
Net even nog, zet je de bus? Ja. Bus? En nu? Nu zitten we bij de pizza. Ik neem de pizza maar bij. Klaas. Pizza tent. Ga maar zo. Het gaat wel snel zo met jullie. Ja, dat hebben we nog nooit zo snel als dit zeker. Nee, dat is onbegrijpelijk. Goh. Ze hebben gewoon wat vertellen. Yes. En pizza Hawaii? Yes. Pizza Top. En de mix grill. Oké. Okay. En Coca. Twa. Cola. Vier cola? Ja. Twa. En een water. Oh, no. Wasser? Ja, wasser, please. Oké, okay, thank you. Honden! Dat zijn dezelfde meiden. Nee, joh. Nee. Dat is een andere meiden. Ja, we mogen even een foto maken. Een foto met haar? Ja. Nou, waar ben je dan? Nu tussen hier gezet. Ja, een beetje. Ja, zo, dat is leuk. Ik maak er twee, ja? Ja, wat zeg je dan? Ja, dat doe je. Lekker joh. Als hij gaat volgende week, gaan volgende week naar een andere camping. En dan is er een paardenbewijs en dan gaat ze hele week, krijg je dan weer rijlessen en zo, en weer lessen. Dat is ook wel leuk inderdaad. Daar zijn we al 5 of 6 keer geweest. Kijk jongens, ik heb een mixed grill besteld. Dit is nu echt een mixed grill. Hier kwam een menig restaurant aan het tippen. En die pizza, wil je die ook wel zien? Dat smaakt goed. Ja. Ja, ik denk dat jullie van de week moeten doen. Jongen, het is echt super lekker. Ziet zo maar. Een kleine update. Ik ben aardig bus. Hoe gaat het daar? Ja, ik zit daar nu. Oké, okay, jij? Oh, daar is nog ruimte. En jij? Ook wel aardig ver. Gaat we zijn goed bezig, jongens. Maar, zeker een 9 plus. Nou jongens, we zijn weer 10 minuten verder. Ik ben klaar. Iedereen volgens mij. Ik ben er klaar mee. We gaan even afrekenen en dan gaan we naar de auto. Ja. Ja. Dit was lekker eten. Dit was supergoed. Ja. Lekker veel vlees. Goede patatjes. Salade was goed. Dat was wel lekker. Pizza was goed. Pizza was goed. Dan gaan we nu weer terug de berg op. En voor normaal geld. Dus prima, top. Goed. Jut en Jul staan naast ons. Ja. Jut en Jul. Die andere auto met het hele knappe ruimte is nu weg. Ja. Yes. Jongens. Ja. Jo. Goed. Goed. Dag je Luxemburg. Nou. Ja. Klaar ermee. Wat zei je, schat? Bezoek. Ja? Ik ben ergens. Je bent ergens. Oké, okay, nou succes. Telefoon bij je. Oké, okay, hou even contact, ja? Ja. Succes. Yes. Doei. Doei. Ja, ja. Nou, die gaat weer even de hort op. Die vermaakt zich wel. Komt helemaal weer goed. Kan ik even 5 minuten rust nemen. Nou, het is nu avond. Ze doen mee met een of andere vossenjacht. We gaan even zien. We moeten vlaggen zoeken. In volgorde? Nee. Nou, we moeten vlaggen zoeken met een rebus erop. Okay, met die rebus hebben ze een zin. Ja. En die zin moeten ze tegen die Nederlander, die Duitser, die okay. zeggen. Dus we moeten eerst op zoek naar de rebus. En dan pas moet je raden welke persoon... Okay. Als het goed is, krijg je een, als je het anders goed hebt, krijg je een handtekening. Is het niet, dan krijg je niks. Ja. Oké. Okay. Ik weet niet hoe het er een beetje uitziet. Ja, we zien ze wel. Spanje. Ja. 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 Ja.
Ik maak een foto. Oké, goed denken. Een deur. Een deur. Oké. En de u moet eraf. Wat krijg je dan? Een deur der. Zonder u. Ja? Der. Dat is der. En er moet i voor. Ieder. En een e achter. Iedere. Iedere. Oké, okay, eerste woord. Iedere. Tweede woord. Wat is dit? Een jas. Oké, dus je moet een deel. Dag. Iedere dag. Dag. Wat is dit? Zout. Juist. Hout. Hou. Hou. Iedere dag. Hou. Wat is dit? Vis. Zonder vis. Ik. Iedere dag hou ik van hun. Nee. Nee, dat, nee, niet snel. Wat is dit? Een. Iedere dag hou ik een. Fiets. Nee, wat is dit? Fiets. Ja, fiets. Fiets. Ja? Ja? Nee, fiets. Wat doen Spanjaards? Fiets eten. Ja. Nee, dat is een fiets. Haal de F weg, dan wordt een S. Wat krijg je dan? Oh, ik dacht dat het een T stond. Nee. Ziets. Ja. T, sies. Ziets, zonder een T. Sies. Siesta. Ja. Siesta. Ja, een siesta. Iedere dag hou ik een siesta. Dat doen Spanjaarden. Iedere dag hou ik een siesta. Nu naar de Spanjaarden. Nee, dat kunnen wij niet. Naar de Spanjaarden. Dit is het. Oké, nou. De koning van Nederland heet Willem, klopt dat? Oké. Dan gaan we door naar de mevrouw van Spanje. Vertel jongens en meiden, wat was de zin? Iets over een siesta. Hou jij iedere dag een siesta? Ja, iedere dag? Oké, dus ook die zin klopt. Helemaal goed, dan gaan we door naar onze Fransman, François. Hey, François! Wat? Is jouw lievelingseten croissant? Oui, oui, klopt dat? Oké, helemaal goed, François. Dan gaan we verder. We're gonna continue with Italy. We gaan verder met Italië. Wat was de Italiaanse zin? De toren van Pisa staat scheef. Dat klopt inderdaad. Oké, en dan hebben we de laatste persoon, onze Duitser. Wat was de zin? Wat was de zin van onze Duitsers? Ik draag elke dag een lederhose. Klopt dat? Draag je elke dag een lederhose? Wat ontzettend goed. Jongens en meiden, heel erg bedankt voor het meedoen met de Vossenjacht. We gaan natuurlijk nog even met z'n allen gezamenlijk afsluiten. We staan allemaal een grote stap naar achter. Want het is namelijk tijd voor de Coco Move. Dus we doen met z'n allen de drie vingers in de lucht. En dans hem lekker mee als je hem kan. Zing hem lekker mee als je hem kan. Oké, we gaan met z'n allen de DJ roepen. Daar komt hij op je aller hart. 3, 2, 1. DJ muziek. Oké, daar komt hij met z'n allen. Dat komt heel erg veel harder. Hey, hebben jullie handjes? Super goed bezig, jullie zijn allemaal graag gehoord. Kunnen we dat nog een keertje doen? Wauw, hoe leuk jullie zijn. We gaan zingen. Nou, zit ik weer op mijn kamer? Ja, het is weer zover. Eens een keer weer op mijn kamer. Wat hebben we natuurlijk vandaag gedaan? We zijn natuurlijk vandaag sowieso naar Luxemburg stad geweest. Het was niet zo heel veel te blijven, eerlijk gezegd. Ik vond het vrij saai. Omdat ik wel... Wat heb ik eigenlijk gekocht? Oh ja, ik heb zo'n zwembadballetje gekocht. En lichtgevende shuttles. Dat werkt goed. Ik heb het alleen in beeld staan, maar ik heb nog wel even gebadminton. Dus dat was heel goed. Dat is het eigenlijk wel. En ik heb jullie echt een heel klein mini stukje van de Vossenjacht gezien. Die ik samen met Femke en met Sonja heb gedaan. Het was echt hartstikke leuk. En we zijn tenminste binnen de tijd binnengekomen.
We waren een half uur te laat eigenlijk. Maar we hebben in een half uur nog steeds kunnen scoren. Dus dat is gewoon hartstikke chill. Dus ja, dat een beetje. Meer heb ik volgens mij niet echt te vertellen eigenlijk. In ieder geval, ik hoop dat deze video. Ik in ieder geval wel. Morgen gaan we weer zo wat, denk ik, de hele dag weer zwemmen of zo. Ik heb geen idee, we gaan het wel zien. Maar in ieder geval, tot de volgende video. Doei doei! Bedankt voor het kijken van deze vlog. Hopelijk vond je hem leuk. Abonneer op mijn kanaal en blijf op de hoogte. Geef deze vlog een duimpje omhoog. En tot de volgende vlog van mij. Doei!